welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pim, ook wel Monkloid, voor jullie nummer 1 Pokémon-beest hier op YouTube. En natuurlijk ook op Twitch. En in deze video gaan we kijken welke sets het allertofst zijn. Want we hebben namelijk Burnstars versus Astral Radiance. En we gaan 8 packs van beide serie openmaken. En dan wil ik graag dat jullie in de comments laten weten welke set jullie het allertofst vinden. En dan gaan we ook kijken welke natuurlijk de beste pools heeft. Noem het allemaal maar op. En waarom deze twee sets nou tegen elkaar? Natuurlijk zijn dit de laatste twee sets die uitgekomen zijn. En het zijn ook allebei sets waar character rares in zitten. Dus dat vind ik sowieso super gaaf. Nou ja, ik ga gewoon wat vertellen over de sets. En dan gaan we gewoon lekker die packs openmaken. Ik ga ze om en om openmaken. En dan gaan we kijken of we wat mooie pools kunnen harken uit beide packs. En dan gaan we het allemaal wel zien. Dames en heren, het vette is natuurlijk van Brilliant Stars is dat die set natuurlijk helemaal om Charizard heen draait. En het gave daarvan is natuurlijk, ja, Charizard is een van de meest gewilde kaarten. Zijn ook heel waardevol vaak. Altijd wel, nou ja, volgens mij is het een V-Star Rainbow Charizard. Oeh, gelijk een pool voor Brilliant Stars. De V-Star en de V-Alternate Arts zijn nog steeds kaarten die dik boven de 100 euro kosten op het moment. En daarnaast zitten natuurlijk gewoon hele gave andere character rare kaarten in. Zoals de Umbreon en de Sylveon. Maar Astral Radiance is natuurlijk de nieuwste set die net uit is. Natuurlijk nog steeds te bestellen op mijn webshop www.pokemon.nl. Dus zoek je nog Astral Radiance. Kom maar checken. En Astral Radiance is natuurlijk een set die wat meer draait natuurlijk om de Hisuian Pokémon. Natuurlijk van de nieuwe game Legends Arceus. Heb je de Hisuian Dishudai. Natuurlijk ook de Arcanine zitten in. Noem het allemaal maar op. En in de eerste pack zit geen pool voor Astral Radiance. Helaas. 1-0 nu voor Burnstars. Maar het ding is, ik vind sowieso de alternate arts die bijvoorbeeld in Astral Radiance zitten echt super gaaf. Zoals de Beedrill die erin zit, die is echt super tof. Een van de chase cards. De Machamp. Je hebt natuurlijk de Palkia alternate art die echt heel erg gewild is op het moment. Dus ja, allebei zeker hele zieke kaartjes doen. Floatzel. En Wormadam. There we go. Oh, deze waren van Astral of van Brilliant. Gaan we nu weer een pakje Astral Radiance openmaken. Nou ja, de Brilliant Star set hebben we dus helemaal compleet. En ook mijn Astral Radiance set begint al aardig compleet te raken. Misschien kan ik heel veel een map erbij pakken. Moet ik wel heel veel rennen buiten de video. Dan moeten jullie gewoon heel veel 1 seconde wachten. Zoals jullie weten, edit mijn video's niet, dus dan moet ik gewoon gaan rennen. Laat ik aan het eind van de video even zien hoe ver mijn set is. Dus sowieso even de hele video blijven kijken. En dan aan het eind van de video laat ik jullie zien hoe ver ik al met mijn set ben. Maar dames en heren, ik ben dus heel erg benieuwd wat jullie mooi vinden in deze sets. Want we hebben natuurlijk Brilliant Stars. We hebben natuurlijk Astral Radiance. Twee hele toffe sets met die character rares natuurlijk die erin zitten. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En welke set jullie het allertofst vinden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik persoonlijk, denk ik, Brilliant Stars iets toffer vind. Vanwege ook natuurlijk al die chase cards die erin zitten. Zoals inderdaad die Charizard kaarten. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de character rares en bepaalde gold cards en bepaalde alternate arts, dan moet ik zeggen dat ik Astral Radiance daar weer wat toffer in vind. En sowieso vind ik ook leuk dat Astral Radiance een hele hoop goede, sterke, speelbare kaarten weer in de set heeft. Waardoor ook de meta, zoals ze dat noemen in Pokémon, weer wat verandert. Waardoor je dus ook weer nieuwe decks kan spelen, nieuwe decks heel sterk zijn. Dus dat vind ik ook super tof. Nou, de pools willen nog niet echt vlot, hè. Maar ja, dus het heeft allebei zijn voor- en nadelen. Ik denk dat als je denk ik de trading card game speelt, dat je meer blij bent met Astral Radiance. Ik denk dat als je echt een Charizard collector bent, ben je gewoon weer voor Brilliant Stars aan het gaan. Maar ja, dat is natuurlijk altijd een beetje met Pokémon. Het is een beetje welke set je zelf tof vindt, welke Pokémon je tof vindt. Want straks krijgen we natuurlijk Pokémon Go in 1 juli die uitkomt. Daar zitten een heleboel Mewtwo kaarten in. En ik ken ook wel een paar mensen die bijvoorbeeld dan weer Mewtwo sparen. Noem het allemaal maar op. Charizard Care. Oh, let's go. Full Art Cynthia's Ambition. Kijk, dat is gewoon lekker. Hoppa. We hebben gewoon al 2 hele dikke pools uit Brilliant Stars. Ja, tot zover. Ja, Brilliant Stars stelt niet teleur. Maar ik moet zeggen, de pool rates in beide sets zijn echt insane. Ik heb al van beide sets super veel boosterboxen opengemaakt. En bijna in iedere boosterbox zitten wel 12 tot 16, 17 pools. En dat is super tof vergeleken met natuurlijk sets als Fusion Strike, Evolving Skies. Waar het een beetje tussen de 6 en de 9 is. En dat komt natuurlijk door die character rares die erbij zitten. En zo Radiance heeft nog een extra rarity erbij. Dat is natuurlijk de Radiant Rares. Die we natuurlijk hebben. Zoals de Greninja. En natuurlijk de Hawlucha. En de, hoe heet die andere ook weer? Heatran. Radiant Heatran. Heel tof. Nou, daar gaan we. Vier naar voren. En dan gaan we. Brilliant Stars Packy. Krijgen we de Charizard? Dat is de grote vraag. Blunder Policy. Chimchar. Minchido. Baltoy. Snorunt. Nosepass, Lipard,
Hey, let's go. Weer een pool. The Raichu V. Kijk, nou, ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe gaat Brilliant Stars eigenlijk gewoon een stuk beter dan Astral Radiance. Maar ja, weet je, laatst had ook de Elite Trader Box natuurlijk van Astral Radiance opengetrokken. Die video moeten jullie echt kijken. Toen had ik echt in 8-pack zulke sikke pools. Dat was echt insane. Misschien wel een van de beste ETB's ooit. Die video moet jullie echt gaan checken. Dat is een video van 2 dagen geleden. Verderbal, Hippodon, Panyard, Growlithe, Hisuian Voltorb, Rufflet, Ponyta. Oeh, My Channel, die zoek ik nog. Dit is de enige character rare van Astral Radiance, van de normale die ik nog zoek. Dus die ga ik zo gelijk in de map schuiven als we de map gaan pakken. Die ligt hier op de gang, dus ga ik gewoon even rennen. Ga ik gewoon even rennen en dan ga ik hem gewoon aan jullie laten zien hoe ver ik al ben. Dan gaan we. Staravia, Floatzel, Farfetch'd, Execute, Grimer, Sneasel, Bidoof, Castform en Leopard. Ja, ik zat dus te denken om misschien een video op te nemen waarbij jullie foto's kunnen maken van jullie collectie. Waar we misschien een soort de collectie van de kijkers video kunnen maken. Dat is misschien ook wel een keer leuk om te doen. Ik denk namelijk dat jullie ook wel hele toffe collecties hebben. Natuurlijk al jullie Pokémon freaks die elke dag naar die video's komen kijken. Misschien kunnen jullie even in de comments laten weten wat jullie favoriete collectors item is in jullie collectie. Hebben jullie een product waarvan je denkt, van kaart waar je denkt, dat is echt mijn lievelingsding van mijn collectie. Een gesealde box, een PSA kaart of gewoon een kaart die je zelf in een pakje hebt getrokken. Kan allemaal. Ik ben heel benieuwd. En daar kunnen we misschien wel eens een keer een video over maken. Daar gaan we. Fire Energy, Energy Lotto, Kilava, Golduck, Rowlet, Oshawott. Oh! Ik pak er gewoon 6 tegelijk. Nou ja, dan gaan we gelijk door naar de laatste. En dat is Ursulina. Nou, we hebben pas 1 character rare uit 8 packjes, joh. Dat is echt helemaal pech. Ga ik er wel gewoon eerlijk in zijn? Dat is niet heel best. Oké, dan gaan we 4 pack kaartjes tevoren weer. Dat is de card trick. Daar komt de energie vooraan. En er zit de beste kaart achteraan. Choice Belt. Staravia. Choice Belt die natuurlijk in Astral Radiance. Dit is een Burning Stars kaart. Die zit in Astral Radiance. Als gold kaart. Hetzelfde als Path to the Peak. En natuurlijk de Double Turbo Energy. Het zijn allemaal kaarten die super sterk zijn in de trading card game. Die allemaal uit de set Brilliant Stars komen. En die hebben ze in Astral Radiance nu allemaal als gold card toegevoegd. Dus dat is echt super gaaf. Er zijn natuurlijk mensen die in hun decks alles de highest rarity willen spelen. Voor die mensen is dat super tof. Ik heb zelf alleen nog de Double Turbo Energy gepoeld. Drifblim, Dark Patch, Bergmite, Hippopotas, Cyndaquil, Ponyard, Hisuian Growlithe, Puchena en Tifo. Ik moet zeggen, 8 Astral Packs, 1 character is niet heel erg sterk. En dan hebben we nog 1 Brilliant Stars pack. Laten we hopen dat dan hier wat tos uitkomt. There we go. Daar gaan we. En dan ga ik zo even rennen naar de gang, want daar heb ik mijn map liggen. Vibrava, Hunting Gloss, Café Master, Electabuzz, Chimenko, Gibble, Turtwig, Trapinch, Exu. Yo, nog een Rainbow Rare. Ja, let's go. Dit had ook de Charizard kunnen zijn. Maar de Whimsicott V-Star Rainbow Rare. Nou, de Brilliant Stars packs hebben me zeker niet laten afweten. We hebben Full Art Cynthia's Ambition, een Rainbow Rare, Entei, The Raichu en alleen een Character Rare van Astral Raiders. Ja, op basis van deze pack opening, ja, dan ga ik wel eerlijk zijn, dan heeft Brilliant Stars zeker deze battle gewonnen. Maar ik wil in ieder geval sowieso weten welke set jullie tof vinden. Niet per se op de pools die we nu hebben, maar gewoon welke set jullie tof vinden. Ga ik ondertussen even de map herhalen en dan kunnen jullie ondertussen allemaal even liken op deze video, subscriben en die reactie achterlaten. Ben ik over 2 seconden terug. Kijk, dit zei ik, ik ben best wel snel gewoon. Hoppa! Ik ben echt heel snel. Kijk jongens, dan pakken we de map erbij. En dan kan ik jullie hem even laten zien hoe ver we al zijn. Kijk, dit is hem. Dit is de hele master set van Astral Radiance. Zoals je kan zien, er zitten daar nog wel wat plekjes in die ik moet. Maar ik heb al aardig wat kaartjes bij elkaar verzameld. Kijk eens. Ik heb er echt ontzettend veel al. En ik ga gewoon gezellig met jullie elke keer verder met de map. En totdat we hem natuurlijk helemaal vol hebben. Dit zijn alle normale kaarten en de reverse holo's. Die heb ik allemaal naast elkaar zitten. Dan gaan we nu naar de full arts. Dus je kan zien, we hebben de Palkia al. Die hadden we natuurlijk gevoeld in de video. We hebben ook de Lilligent hebben we al te pakken. Dan hebben we wat full arts hebben we allemaal. We hebben ook al wat rainbow rares. Zie, daar missen we er nog wel een hoop van. En hier heb ik wat de gold cards. Heb ik hier al een paar. Nog wat rainbows. En de Palkia gold hadden we ook al te pakken. En hier hebben we dus inderdaad al die characters. En ik mis er dus nog eentje hier. En dat is de My Channel. Dus die kunnen we er gelijk inschuiven. En dan missen we er nog een paar hier.
En dan hebben wij de set dan weer compleet, joh. Ik hoop dat jullie deze video tof vinden. Zoals ik zei, laat al die dingen even weten in de reacties. Like deze video. En zie jullie morgen weer bij een nieuwe video hier op dit kanaal. Hey, joehoe!